En hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe episode van Factorio. Yay! Ik ben momenteel hier bij. Hier gaat het daar. Bij de oliefabricatie dingetje. Wat je waarschijnlijk gewoon in mijn minimap kan zien. Maar alsnog zeg ik het. Hier die. Want ik ben van plan om iets mee te doen. En dat iets dat wordt belemmerd door dit ding. Vuur. En je kan niet bepaald makkelijk weghalen zonder om die benzine weg te gooien. Whatever. Zo. Oh, nee. Nee. Oh, oké. Okay, dat werkt ook natuurlijk zo niet. Jij daar. Dat was een klein. Klein designfoutje. Oeps. Mag. Ruimte. Genoeg. Oh, zo. En anders maken we ruimte. Dat is toch mijn eigen wereld. Hoppakee. Wat ik wil gaan doen is kunststof maken. Kunststof heeft twee dingen nodig: steenkool en petroleumgas. Nou, dit is dat gas. Petroleumgas. Oh, oké. En. Zet je daarmee vol? Oké. En dit moet gemaakt worden in een groot ding. Dus als jij dat grote ding maakt. En een paar van die. En waarschijnlijk ook nog een paar van die. Oh, die had je nog. Whatever. Ik heb hier eventjes alles laten opslaan in een chest. En dat was een auto safe. Oké. Oké, zo. Robotarmpje daar. Waarom heb je die niet nodig dan? Jawel, die heb je wel nodig. Ik vraag me af hoe het beslist of het links of rechts gaat. Hoe dat in zijn proces gaat. Maar oké. Dus langzaam komt hier kool in. Voor mij heb je echt heel veel kool. Mooi. Jou. Oké, dat kan nog. Dit is echt. Veel te krap. Maar. If it works, it ain't stupid. Laat maar zitten, het is gewoon stupid. Maar we hebben hier dus nu onze kool. En wat ik daar dus nodig heb, is jou. Denk ik, ja. Jij maakt voor mij plastisch. Jij daarin. Wacht. Eentje. Nou, die kant. Hier een pijp hebben. En voor de sakes of fun dat. Jij plastics. Jij kool. Jij stroom. Jij stroom. Dus. Voor mij is dit genoeg. Die, dat is zeg maar. Oké. Holy shit. Ik wist niet dat hij zoveel maakte. Meteen in een kist stoppen. I guess. Oh. Pff. Moet dus beter opletten wat ik al heb. Oké. Ik denk dat dit een snelle robotarm moet gaan worden. Veel grappiger. Wow. Doet hij erbij? Oh, wacht. Dat was natuurlijk dat onderzoek dingetje. Oeps. Even onderzoek starten. Pantsering. Enigszins wil ik een auto. Waarom niet? Het is niet alsof het iets kost. Echt luisteren van. Cool. Cool. En hier. Twee plastic staaf. Twee plastic staaf. Oké. Dus we hebben plastic staven. Enigszins. Yay! Waarom hadden we de plastic staak ook weer nodig? Improvisatie, Tim. Waar had je het voor nodig? Oh ja, voor de elektrische oven. Want je hebt het nodig in de geavanceerde elektronische squeeze. Yay! En die gaan we ook automatiseren. Want dat is nu al een kut
Ik heb er nu al geen zin in om dat te gaan craften. Dus, nieuwe productie? Overigens moeten we hier ook nog iets met. Hoe maakt hij dat ook weer? Oh ja, vaste brandstof. Want kool heeft brandstofwaarde 8 MJ. En dit is 25 MJ. En dit kun je maken van dat. Oh wacht. Dit kun je maken van alle drie. Dus. Ik denk dat we binnenkort maar eventjes naar deze moeten gaan kijken. 75 van die blauw maken. Dus dat, daar heb ik geen zin in. Hoewel, het meeste hebben we. Ik ga het niet nu doen, maar het meeste hebben we. Denk ik, ja. Het meeste hebben we. Staal staat zo goed als steel. En ijzer. Maar alles wordt nu aan de andere kant neergezet, dus ik vind het prima. Kost het veel tijd om te maken? 12. Oké. Wat hebben we niet meer trouwens? Koper. Goedkoper. Het is een nadeel dat dit de hele tijd wordt weggetransporteerd. En ik heb nog niet een eigen trein om te gaan rijden. Ik wil een eigen trein. Fuck dat. Fuck jouw systeem. Fuck jouw wereld. Hoppakee. Even kijken. Ik heb er 5. Ik heb er nog veel nodig. Dat zijn veel. Dus die rode dingen gaan we nu. Ik weet niet wat ik ga automatiseren als eerst. Enter. Steen hebben we op zijn minst genoeg. 1,7k. Nee. Oké. Oh fuck. Ik druk op de verkeerde knop. Sorry, dat wordt een stukje lopen. Sorry jongens. Ik weet het, dit is echt stupid as fuck. I'm sorry. Het is echt slecht van me. Want ik kan koper halen. Snel instappen. Oké, perfect. 100 meter per seconde. 200. Gaan we 200 redden? Nee, want we remmen al af. Perfect. Oh, oké. Kun je hier tussendoor lopen? Oké. Dat is goed. Dus ik vind dat echt realistisch eigenlijk. This game is way too realistic. Wat ga ik ook weer maken? verdorie Tim, mijn geheugen. Maar ik heb een elektrische oven. Ik kijk hoe dat werkt. Dus dat kost me nog kunststof en ijzer. Dus kunststofs. Waarom zit jij trouwens te stoppen? Oh, ik ben door mijn petroleum heen. En waarom? Omdat. Oké. No reason. Oké, kunststofs en ijzer. Ik kan het gewoon uit deze productie jatten. Hoppakee. Oeps, deed ik niet. Eén elektrisch oven. Vraag me af of het elektrisch oven sneller is. Zat er een snelheid bij? Het is even snel als een normale, als een stalen oven. Oké. Dus. In my mind, it's gonna be a. Goddammit, Taylor Swift. Blame Taylor Swift. Ik heb een slecht nummer in mijn. Slecht, slecht. Ik heb haar in mijn hoofd. Zo so shake it off, shake it off. Woehoe. God dang it. Het is zo vervelend als je zo'n liedje in je hoofd hebt. Zeker als je gaat opnemen. Hoppakee. Over. Dat elektriciteit. Hebben we. Die ding had ik ook al gemaakt. Later kom ik achter dat ik er maar 5 kon plaatsen, maar. I don't care. I don't really care. Hoppakee. Jullie hebben nog geen stroom, maar dat komt omdat het nacht is natuurlijk. En die dingen zichzelf niet poweren. Het zou wel raar zijn als dat gebeurt. Het zou een beetje een infinity loopje zijn. Maar jij hebt geen stroom meer. Je hebt geen ijzer meer. Oh. Oh ja. 1,2k. Oké. Gaan we het gewoon blind mijnen? Ja.
denk dat we gewoon. Ja, we maken gewoon meteen gebruik van ons oversysteem. Denk ik. Hoe gaat jij trouwens? Nog 1,6k. Oké. Dit gaat weer nadenken kosten. God dang it. Iets wat ik niet kan. Oké. Dus, wat is efficiëntie? Hadden we trouwens nou al elektronica 2 gedaan? Nee, want dat kost een extra dingetje. Dat kost de blauw, daar had ik geen zin in. Ja. Oké. Dus. Wacht. Als we ze splitsen met 3. Kun je de volgende ronde zoiets. Zo. Oké, dat heeft toch geen effect. Niet in de weg staan. Hebben we die nog? Wat hebben we hiervoor nodig? Staal, oké. Aangezien deze productie tot het niks loopt. Oeh, we hebben elektriciteitsproblemen. T? Nee. Gewoon een linkermuisknop. Uh-oh. Wat is er omhoog gegaan van verbruik? Oh, we hebben natuurlijk. Nee, dat mag niet heel veel uitmaken. Die chemische sissel. Toch? Wat gebeurt er? Verbruik, productie. Productie redt het gewoon niet. En ik moet denken dat ik solarpanels kon gebruiken hiervoor. Solarpanels zijn echt gewoon. Gewoon meh. Ik had ze beter verwacht. Wat hebben we dan toegevoegd dat zoveel stroom eet? Ik bedoel, ja, de capacitors. I guess. Ja, want ze zijn aan het opladen. Of ik gewoon te kijken op het verkeerde moment. Wanneer de capacitors alles onze stroom opeten. Ik denk dat ik gewoon op het verkeerde moment zit te kijken. Dat we dan niet genoeg stroom hebben om alles apparaten te vullen. Denk ik. Ah, whatever. Maakt me niet heel veel uit. Ik ga er niet bij stilstaan. Wat ik wel ga stil bij staan is dat ik staal wil. Staal. Geen trein nog? Oké, dan loop ik wel. Wel, misschien dat hier genoeg staal in zit. Ik bedoel, zoveel heb ik niet nodig. 1. 1. Fuck. Misschien hebben we een nieuwe ijzerproductie. Oh, daar ben je. Ik wacht wel even tussen. Wel, wacht. Linkermuisknop. Stop de trein. Of nee, wacht. Start de trein. Maar ga naar de oude. Ga naar de nieuwe base. Hoppakee. Pak die schema's met steen. Dank je. Je bent dood ge. Oh, oké. Speler maakt het in, werd gedood. Oepsie. Leg dan je spul dan op de grond. Hoop ik. Daar is het spoor. Blijkbaar kun je doodgaan door de. Trein. Oeps. Wauw. Oepsie. Is dit mijn eerste dood? Oké, trein, jij bent gevaarlijk. Can confirm. Oh, en mijn spullen liggen er dan niet eens. Oké, thanks anyways. Dat zuigt. Ik weet niet eens wat ik bij me had. Allereerst weer die tools maken. Jouw. Jou, jou, jou. Jou. Dat zuigt echt heel hard. Whatever. Waarom zit hier niet mijn.
Oké, blijkbaar kun je daar niks mee in de trein. Dus wat je ook doet, wacht tot dat ding stilstaat. I learned from my mistakes. Even kijken. Oké. Dus hij is groot, hij is groen. Jee, oké. Lijkt alsof iets werkt. Denk ik. Ongeveer. Zoveel ongeveer. Plus minus. Minus plus. Damn, ik ben alles kwijt dat in mijn hotbar. Waarom is het niet gewoon iets wat een drop? Dit zuigt. Echt hard. Stroom. Doodgaan is echt niet leuk in dit spel. Ik denk dat überhaupt doodgaan nooit leuk is, maar alsnog. Oh, ik had ook wat kunststof bij me. En baksteen. Kunststof en baksteen. Mag ik eventjes. Zo. Kunststof en baksteen. En voor mij hebben we nu nog veel meer troep nodig, aangezien ik andere dingen maak. Nou, kunststof en baksteen. Dat scheelt. Een van de weinige dingen die niet verandert. Kunststof en baksteen. Kunst. Oké. Kunststof en baksteen. Elektrische oven. Denk dat ik er twee nodig heb voor nu. Denk ik. Ja. Careless. Want het ijzer is echt om te huilen momenteel. Aangezien dit ons enige ijzer supply is, gaan we het maar moeilijk doen. Oké. Dit is een aannemelijke snelheid. Dang. Ik denk niet dat we zo snel het nodig hebben, maar oké. Oké. Wat hebben we niet meer? We hebben geen ijzer meer. Ik ga dat meteen even halen, aangezien we toch moeten wachten. Jij hebt nog 1,4k. Mijn lopende banden zijn een beetje leeg op dit moment. Ja, dit stukje is wel vol, maar. Ja, dat heeft een andere use. Ik denk dat we momenteel ook sneller ijzer verbruiken dan dat we het krijgen. Daar heb ik het gevoel van. Oké, elektrische oven 1 klaar. Elektrische ovens kosten veel, maar ze leveren ook heel veel op, dus. Ik denk niet dat het me heel veel boeit. Ik had ook heel veel batterijen bij me. Dat is zonde. Ik kwam erachter dat olie eigenlijk oneindig is. Alleen het wordt steeds langzamer. En op een gegeven moment is het gewoon 1 meter per seconde, 1 millibucket per seconde. Dus ja, het trekt nooit op. Dus als je er 100 van hebt, dan heb je het gewoon altijd 10 per seconde. Maar het gaat wel lang. Het gaat nu langzaam naar beneden, maar straks heb je dat niet meer, want dan lager dan 1 komt het zeg maar niet. Ik weet niet wat ik van dat mechanisme vind. Aan één kant vind ik het leuk. Aan de kant, meh. Ja. Dat is een goeie. Zo. Deze wachtrij. Kom op, schiet op. Ik wil graag een extra furnace. Dan plaatsen we dus hier, maken we deze bocht. Zo. Ik heb over nagedacht. Dus jij daar. Ja, je hoorde het goed. Ik denk een keer na. That's what people say. Dit is echt zo vervelend, dit. Wacht. Zo. Dus jij hebt nu stroom. Wacht, waarom ga ik het moeilijk doen? Want hun hebben geen vervuiling. Oh, hun hebben vervuiling. Hun hebben heel weinig vervuiling. Hoop ik. Zo, en dan twee van die kranen. Oké. Hij is er nodig.
Hebben we trouwens, waar staan die modules? Dat vraag ik me ook wel eens af. Hier zijn ze. Het kost alleen maar heel veel ijzer. Nou, ja, dat scheelt. Efficiëntie, snelheid. Koper. Oké. Okay. Goedkoper. Ik hou van mijn slechte grappen, echt waar. Oké. Snelheid. Die zijn ook niet goedkoop. Echt, dingen zijn duur geworden in deze tijden. Ik denk dat ik maar heel veel meer ga autocraften. Oh, wacht. Als ik nou zo. Veel meer ijzer. Dat gaat mijn productie wel helpen. Ja, oké. Okay. Dus, ijzer wordt hier weggehaald. Daar hebben we nog wel een tijdje ijzer voor. Oh wauw, dit gaat best snel. En dan. Dit wordt gewoon echt ijzer. Misschien dat we dat met het treinsysteem gaan doen. Misschien ook niet. Eigenlijk hoort het erbij, hè? Om dit nu met het treinsysteem te doen. Oh, autosave. Nieuwe ijzer outlet. Hebben we het al? Wat zijn we aan het maken ook alweer? Oh, modules. Energieverbruik 50%, snelheid 20%. Ja, chill. Want we hadden. Holy. Oké. Schrap jouw plan. Dat gaat beter werken. Fuck. Eventjes fuck dat plan. Tijd voor plan B. Oepsie. Zo. Efficiëntie dan maar. Oeps. It's my mind and it's gonna be alright. Het is echt zo vervelend als je een nummer in je hoofd hebt dat je er niet uit krijgt. Dus die. Efficiëntiemodule 1. Efficiëntiemodule. Oké, dat gaat nog eventjes duren. Ik hoop dat we het overleven met de elektriciteit dat we nodig hebben. Oh. Oh. Want deze elektrische ovens kosten veel. Maximale gezondheid. Waarom staat dat er nou weer bij? Maximale energieconsumptie 180 keer 2. Oeps. Wacht. Plus 50%, min 30% is. Hoe rekent hij dat dan uit? Gewoon plus 20, oké. Okay. Oké, okay. Dat valt wel mee. 2,4, oké. Okay. Dus hij doet gewoon eerst de percentages bij elkaar en dan pas de output. Ja. Dit is gewoon plus 20 plus 20. Oké, okay. Dit kan ik overleven. Mag ik maar. Ja. Whatever. Denk van ik ga het sneller doen, maar nee. Hoppakee. En de haters gonna hate, 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 hate. So hate it off, hate it off, woohoo. Hate it off, hate it off, woohoo. Hate it off, I hate it off. Dit werkt wel. Ik
Ik ben hier heel blij mee. Afgezien dat die dingen heel raar doen, maar. Kunnen ze erbij houden? Nee, oké, dat worden er vast. Dat worden er ook twee vast. Maar eerst, ijzer. Oh. Ik ga het gewoon onderlangs doen. Oeps. Naar beneden. Die. Dus jij. Oh. Goddang het, doe ik het weer. Misschien is het beter om het eerst voor de verdeler neer te leggen. Waar is de verdeler van ijzer? Is er een verdeler van ijzer? Oké, bij deze. Verdeler nodig. Oeps. Maar het is een omgekeerde verdeler, dus. Want alles komt aan de linkerkant. Dus links, rechtdoor, rechts, zo. Oké, ijzer weer redelijk gefixt. En ik heb er geen onderhoud meer aan. Afgezien dat. Oh, wacht, oké. Want jij, ja. Dat ijzer, toch? Wauw, oké. Okay. En we hebben. Wat hebben we onderzocht? Automobielen. Tjoe tjoe. Waarin kunnen we auto's maken? Effecten. Waar zijn auto's? Oké. Okay. Kost het weer olie en shit? Whatever. Maar ik zeg voor nu. Bedankt voor het kijken naar deze episode van het. Is het een beetje goed? Voordat ik hem afsluit. Oh, oké. Okay. Hij haalt aan de ene kant en jij aan de andere kant. Oké. Okay. Kun je het beetje bijwonen? Ja. Eén blauwe module nog. Heb ik ook voor nodig. Dit ziet er redelijk weer goed uit. Ik bedoel, ik heb duidelijk echt slechter gezien, dus. Zo. Eén blauw. Zo. Dus voor vandaag zeg ik bedankt voor het kijken. Ik denk dat ik ijzer een aparte outlet ga maken. Dit wordt gewoon onze eerste basis die ijzer gaat gebruiken. En daarna, ja, ik denk dat het zo gaat werken. Fuck dat. Dus ik zeg voor nu bedankt voor het kijken naar deze episode. Geef een groen duimpje als je het leuk vond. En tot de volgende keer. Doei doei!